Relatietherapie moet opgenomen worden in het basispakket van de zorgverzekering, zei BEP-parlementariër Ronnie Assabina gisteren in de Nationale Assemblée. Assabina merkt op dat veel relaties in Suriname kapot gaan of lelijke mankementen vertonen. Aan veel huwelijken komt abrupt een einde en daarnaast zijn er veel eenoudergezinnen in de gemeenschap. Dit fenomeen is onderdeel van de situatie in het land, zegt het DNA-lid. Waar het om gaat, voorzitter, is dat het beleid ernstig tekortschiet wanneer het gaat om relatieproblemen, voorzitter. Ik denk in dit kader, voorzitter, heb ik een concreet voorstel dat ik via u met de regering wil delen, voorzitter. Dat de regering alles eraan doet, voorzitter, om relatietherapie op te nemen, voorzitter, in het basispakket van de zorgverzekering, voorzitter. Dat is het concreet voorstel dat ik doe. Assabina zegt dat deze situatie zich voordoet omdat de regering sociale bescherming als een bijzaak ziet. Er mist een goed plan om de problemen in de gezondheidssector op te lossen. Gelijk in de lijn van collega Jogi, voorzitter, hebben we gemist een crisisplan. We hebben een crashprogramma gemist. Voorzitter, we hebben geen matrix met duidelijke actiepunten, voorzitter. Al met al, voorzitter, de situatie in het land op het gebied van de gezondheidszorg is schrikbarend en alarmerend, voorzitter. Ons gezondheidszorgsysteem staat op instorten, voorzitter. En dat is de waarheid als een koe. De zorgsector zit fundamenteel met heel veel gebreken. Ik vind dat wij het woord een humanitaire crisis zelf in de mond zouden moeten nemen, meneer de voorzitter. De capaciteit aan mankracht en instrumentaria raken uitgeput. Ook ziet Assabina graag dat er uitleg gegeven wordt over wat het staatsziekenfonds, SZF, betekent voor haar klanten, gezien er voor nagenoeg alles moet worden betaald.